Nu Heracles opent al na 4 minuten de score. En Sinou, de doelman van Haarlem, is kansloos. Is geen schande, maar natuurlijk wel uiterst vervelend. 6 minuten later. Hier de voorzet bij Leverink terecht. En die tikt de bal achter doelman Sinou. 0-2 dan naar rust. Haarlem probeert wat terug te doen. Dat doet Promes. En Beerthuizen laat zich lelijk verrassen door de beentjes heen. 1-2. En dan lijkt het erop alsof Haarlem nog terug kan komen in de wedstrijd. Maar Heracles heeft vanavond andere plannen, gisteravond om precies te zijn. Want Leverink scoort voor de 2e keer en zo eindigt het in 1-3. Doelpuntenmakers dus Promes voor Haarlem, Holster, Leverink 2 maal bij sportclub Heracles. Weling kreeg geel bij Haarlem en Van de Heuvel kreeg dezelfde kaart voor Heracles. 11.053 toeschouwers en de scheidsrechter was Van Beek.